Hoi allemaal, het is donderdagavond, dus ik dacht ik begin alvast met de vlog. Ik ben net naar 50 Shades Darker geweest met vriendinnetjes, was heel gezellig. Niet de beste film die ik ooit gezien heb, maar het was gewoon vermakelijk. En vooral ook de mensen om ons heen met wonderlijke geluiden. Nu ga ik eventjes nog bank hangen met Sven, want... Want Niels is dit weekend bij opa en oma, bij de ouders van Sven. En Sven die gaat er morgen ook heen, dus ik heb ladies weekend met Mittens en Mittens. Ja, Mittens heeft er helemaal zin in. En dan ga ik morgenochtend nog werken, 's middags ben ik vrij. En zaterdag ga ik naar een vriendinnetje toe in Amsterdam. En zaterdagavond komt een vriendinnetje hier. En zondag komen Sven en Niels weer thuis. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Het is er. Ja, kom, ga maar lekker zitten. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben wakker. Ik ga ontbijt maken. Sven die ligt nog op bed. Mijn principe is, op dagen dat Niels er niet is, zet ik geen wekker. Wat nu resulteert in dat ik nu iets over 7:30 gedoucht en wel ben. Ik moet nog wel make-up en zo doen. Maar ja, ik werd volgens mij... Hoe laat werd ik wakker? 7:15 of zo. En toen dacht ik, nou dan ga ik nou even lekker liggen. Even op mijn mobiel kijken. Want ik moet gewoon een paar uurtjes werken vandaag. En hoe ik dat verder... Normaal gesproken werk ik natuurlijk een hele dag, maar... ik heb nu woensdag al een deel gewerkt, dus ik kan nu vandaag nog maar, hoef ik nog maar een beetje te werken. Dus ik dacht ik ga de wekker niet zetten. Ja, even ontbijt maken. En dan ga ik dus zo meteen naar mijn werk. En daarna moet ik een beetje dingen aan de site doen, even een filmpje opnemen. Meerdere filmpjes eigenlijk opnemen. Ja, vooral gewoon even relaxen. Ik hoop dat Sven nog even de kroonkast kan fixen, want die doet het niet. En dan heb ik gewoon de hele middag en avond helemaal all by myself. En dat heb ik even nodig. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, dan morgen wordt het weer een drukkere dag, maar wel leuke drukke dingen. En nou, op zich slaapt Niels door, dus vannacht was niet heel anders dan andere nachten. Maar het is wel anders als je 's ochtends wakker wordt, hoef je niet te sluipen. Als je 's avonds naar bed gaat, hoef je niet te sluipen. Want Niels is voor mijn gevoel niet een hele vaste slaper, hij wordt best wel snel wakker. Oh, gisteren is trouwens mijn luiervideo, mijn luiervergelijkvideo online gekomen. Echt superleuke reacties, dankjewel daarvoor. Ik moet wel zeggen dat ik nu... dat ik nu denk dat de kruidvat te klein worden, want ik merk nu dat hij toch wel een beetje nat begint te worden 's ochtends. Ik zei tegen Sven, zal je net zien, was echt de dag dat hij online kwam, was het dat ik dacht, nee, is niet meer zo droog als andere dagen. Dus, maar goed, ja, het is wat het is. Ik denk dat hij gewoon, want zijn verpakking is nu bijna liggen, hij had daar echt maat 4 van en nou, hij is echt wel toe aan maat 5. En, en ik ga wel even, want hij loopt dus nu. En aangezien we hem het hele weekend niet zien, ga ik wel even kijken of ik hier nog ergens een filmpje in kan monteren. Had ik met mijn mobiel opgenomen, maar dat is altijd een beetje gedoe. Dus dan moet ik even puzzelen, maar dan kan je hem even een stukje zien wandelen. Of anders doe ik er een fotootje in en zie hem met zijn rugzakje op. Normaal maakt Sven 's ochtends mijn ontbijt. En with a reason, want ik wil net een hap nemen. Ik heb dus gewoon een heel stuk appel niet gesneden. Ja, ik wil beter aan Sven overlaten. Die staat in zijn boxshort, dus ik zal het jullie besparen. Aangekleed, ik heb mijn haar in een staart vandaag. Ik had er geen zin in. Truitje van... Ik ben inmiddels weer thuis. Volgens mij was ik vanmorgen mijn outfit aan het filmen en toen viel mijn camera uit. Maar dit is hem dus. Trui van... nou weet ik niet meer. Vanmorgen wist ik het nog. Dus zoek ik het even op. Ergens. Nou, of niet. H&M, denk ik. H&M. Broek van Stradivarius. En ik had mijn Nikes aan. Mits is inmiddels aan de tas begonnen. Want ik heb net boodschappen gedaan voor het weekend. En Mittens. Boodschappen gedaan voor het weekend. En ja, niet zoveel. Het meeste eten had ik al. Maar
Want ik heb nog over van afgelopen week. Dat moet ik trouwens even uit het vries halen. En ik ben dus nu home alone. Woep, 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 woep. Ja, heerlijk. Ik heb niet zoveel spannend verder beleefd, want ik heb gewoon gewerkt. Ik ben nu net thuis en ik ga nu even 2 filmpjes opnemen. Ik had een heel lief briefje van Sven liggen met geniet van je me-time, lieverd. Ik ga je enorm missen. Hele dikke kus. Nou, dat is toch lief. Nou, ik heb net 2 filmpjes opgenomen en nu ga ik ze bewerken en doen. Ik ga lekker een jongbroek aantrekken en ja, heerlijk onderuit. Dus ik moet trouwens ook nog een hele boodschap uitpakken. Dus dat ga ik lekker doen. Ik moet wel zeggen dat ik mijn grote man en mijn kleine man wel een beetje mis. Het is ineens heel gek stil in huis. Maar goed, ik vind het ook wel even heel lekker. Ik kan wel even laten zien wat ik gekocht heb. Allereerst wijn. Fat Bastard, geen idee. Was in de bonus. Dat klinkt wel goed. Het zijn niet de meest gezonde boodschappen. Dat zal ik er maar meteen even bij zeggen. Ze zei chips om te borrelen. Dus ik dacht, nou, noem maar chips. En nog een chips. En dan bugels. En ze hebben blijkbaar ook naturel. Wist ik niet. Ik ben gek op nacho cheese. Maar ik mag natuurlijk geen kaas meer. Dus dat houdt op. Dan afbakbroodjes. Nog meer afbakbroodjes. Wat is het nou weer? Oh ja, ik wilde nog even een beetje sla gaan eten nu. Daar heb ik heel erg zin in. Bananen. Ik mag natuurlijk geen lactose, dus ik ben op zich niet heel erg fan van soja. Maar ik ga weer eens een keer een soja yoghurtje doen. Dit is perzik. Lekker. Dit haal ik ook nooit, maar ik dacht in het kader van dat we morgen, of dat een vriendinnetje blijft slapen morgen en dat we dan ook samen ontbijten, dacht ik, hoppatee. Druifjes, lekker. Ik ga Efteling punten sparen. Ook zie dat ik nou al 2 spaarkaarten voor heb, denk ik, met mijn punten. Kaas, lactosevrije kaas. Ik weet niet waar het staat, maar ergens staat dat het lactosevrij is. Kijk, lactosevrij. Woep, woep. Nou, niet lactosevrij, wel heel lekker, maar helaas niet voor mij. Smeerkaas voor kinderen was in de bonus, dus dat heb ik meteen. Naast de chips heb ik ook nog lekkere Griekse olijven. Ik was een beetje besluiteloos, misschien valt het op. En natuurlijk kan onze lieve huiskat niet achterblijven. Ik heb de gourmet mousse. Dit is het enige nat voor wat zij lekker vindt. Deze en dan de roze variant ervan. De mousse. Ja, mevrouw is specifiek. Ik heb dit. Geen idee, jongens. Wacht even. Oh, dit zijn mijn Efteling. Mijn Efteling zegels. En ik heb dit. Voor Niels. Boterhamworst. Met een beer erop. Hij is niet. Volgens mij, tot nu toe heeft hij alleen maar ham gegeten. Dus nou, dan gaan we dit even proberen. En dat was volgens mij, ja, dat is alles. Dus ik ga het even opruimen. Ik was zoals van de week even bij de Vibra. Daar hebben ze af en toe zoeken leuke dingen. Ik had dit slaapzakje. Het is een beetje tussen zomer en winter in. Met cactusjes. En ik hoorde dat de rompertjes heel fijn waren. En deze vond ik heel schattig met. Weet je die dingen? Walvissen of zo? Nee, weet je die dingen nou? Nou, Sven's lievelingsbeestjes. En deze. Die vond ik ook echt mega cute. Ik was heel erg in twijfel. Want ze hadden deze en eentje met huisjes. Die vond ik ook heel leuk. En er was een andere vrouw. Die was ook enorm in twijfel. Ik had Sven geappt. En die zei, schat, ik vind ze allebei leuk. Dus kies maar. Dus deze. Een stolp met olifantjes erin. En dit egeltje. Lief, hè? Oh, dit is trouwens Niels' geboortekaartje. En dan dit kastje eromheen. Dat is ook van de Vibra toevallig. Die gekker worden. Dan heb ik meteen weer even het kastje boven zijn aankleedtafel. Nou, ik kom niet meer op woorden. Weet je niet? Nou, commode. Nou, zeg Karin toch. Ja, mijn kute woorden. Het blijft soms lastig. Ik weet niet wat ik heb. Maar zo ontspannen. Dus dit kan allemaal in de la. En in de kast. Mittens ligt heerlijk. Hi Mittens. Op haar favoriete plekje. Dit is de stoel op Niels' kamer. Dat vindt ze echt fantastisch.
Nou, vooruit de maar inmiddels. Even de kast inmiddels. Zo. Hallo. Hallo. En ik zit inmiddels lekker in mijn fluffy sweater. Ik ga zo ook lekker mijn make-up eraf halen. Oh ja, en nu ga ik eerst, Netflix maken. Want, of Netflix maken, de Chromecast. Want we hebben een nieuwe Chromecast, want onze oude was stuk. En nu krijg ik wel het logo van Netflix op de tv, maar nog niet de show. Dus hij deed eerst helemaal niet. Redelijk gefrustreerd. Want het is zo'n click and go, weet je wel. Drie tellen werk, maar natuurlijk niet bij ons. En ja, ik ben toch de technische van ons twee. Dus ik moet dit soort dingen dan even maken. En over het algemeen lukt dat wel. Maar ja, dit is gewoon, hier snap ik het probleem niet helemaal. Want hoe kan het nou zijn dat je wel het logo krijgt? Dus hij maakt wel een soort van verbinding. Maar niet helemaal of zo. Dus ik moet het probleem even doorgronden. Anders kan ik geen Netflix kijken. En dat kan natuurlijk niet als ik ga binge-watchen vanavond. Ik ben net heerlijk in bad geweest. Maskertje gedaan. En nu met een bord of schoot. Voor de tv. Genieten. Yes, Temptation Island terugkijken. Zo, in de spotlight. Ik heb het gevoel dat ik een ontstoken oog heb of zo. Ik weet het niet. Ik zit nog steeds lekker op de bank. Alhoewel ik zo nog wel even verder ga aan de site. En ik wilde iets leuks gaan kijken. Op Netflix of zo. Maar ik heb het toch niet aan de praat gekregen. Want hij valt heel wat uit. Ik snap er geen fluit van. Oh, dat is ook wel charmant. Ja, ik ga niet voor de looks vandaag. Ik ga voor de chill. Ik heb net een lactosevrij yoghurtje op. Die heb ik sinds kort ontdekt. Dat zijn deze. Ik eet wel vaker lactosevrij yoghurt. Maar dit is weer iets anders. Het is Lacto Zero. Griekse yoghurtstijl. En deze is met kers, maar ze hebben nog wel meer. Dit is met minder dan 0,1% lactose. Dus dat durf ik dan wel aan. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik lig nog heerlijk in bed. Ik dacht, het is op zich hartstikke vroeg trouwens, want ik was om 6:15 wakker. Ja, het zit zo in je systeem. Het is nu 8:00. Meer bij het raam. Jullie zien me een soort van. Ik weet niet of ik nou gisteren had gezegd dat ik dus de Zumba niet ging doen. Ik was in twijfel of ik dat zou doen of niet. Normaal Zumba ik altijd op zaterdag en heb ik ook altijd heel veel zin in. Maar ik had zoiets, dan heb ik dus alleen maar de hele dag dingen. En misschien is het ook wel gewoon lekker om even niks te hoeven. Dus dat had ik bedacht. En toen zag ik dat ook niet mijn eigen docent het gaf, maar iemand anders die ik moi vind. Ik vind haar lessen gewoon niet zo heel erg leuk. En zij is verder prima, maar ik vind haar lessen niet zo leuk. En toen dacht ik, nee, dit is een sign, ik ga het niet doen. Maar wat ik dan wel ga doen is vandaag mijn hit, want ik vermoed dat ik morgen een kater heb. Ik ben nog even aan het nahijgen. Ik heb net weer mijn hit workout gedaan en dat doe ik altijd door gewoon een white shirt en mijn sport BH en that's it. Want het is 8 minuten kapot gaan. En ja, ik had 's ochtends niet mijn hele sportoutfit aantrekken. Heeft helemaal geen zin. Je denkt altijd, wat kan er gebeuren in 8 minuten? Maar zoals je ziet, rood als een tomaat. Ik heb eventjes Niels zijn bed afgehaald alvast. Want die gooi ik dan morgen in de was. Maar hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Even lekker hier luchten. En nu ga ik ontbijten. Want ik heb honger. Nou, ik ben aangekleed, opgemaakt. Moet alleen nog mijn haar feunen. Ik heb een spijkerblouse aan en een leren broek. Spijkerblouse is van, weet ik niet meer, volgens mij Bershka. En deze is van Stradivarius. En verder gewoon sieraden. Ik heb mijn nieuwe ringetje om. Oh, die heb ik nog helemaal niet laten zien. Deze heb ik van mijn, Deze is van heb ik van mijn ouders gekregen voor mijn verjaardag. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar het is een opaal steentje, dat vind ik altijd echt super mooi. Focus camera. Nou, anyway. En dan roze goud. En verder gewoon een horloge en armbandje. Ik weet niet waarom ik aan het hijgen ben, maar goed. Ik moet een beetje gaan opschieten, want ik ga dus zo naar Amsterdam, zo naar een vriendinnetje. En ik wil eigenlijk nog even naar de Forever 21. En het liefst wil ik nog even naar de Stradivarius winkel, maar
Dat ga ik denk ik niet redden. Maar ik wil in ieder geval eventjes naar de Forever 21. Want daar ja, kom ik eigenlijk nooit. Ik denk dat ik daar... Nou, ik kom niet herinneren. Ik denk dat ik er 2 jaar geleden voor het laatst geweest ben. Ik heb nog 1 keer wat online besteld. Maar ik merk altijd dat die maten zo wisselen dat er toch ook vaak dingen teruggaan. Dus het lijkt me leuk om daar gewoon eventjes heen te gaan. Hoppatee, aan de slag. Ik heb niet zo heel veel kunnen vinden, maar deze blouse vind ik wel leuk. Gewoon een licht een beetje losvallende spijkerblouse. Nee, dit is het niet. Een beetje een gekke basic zwart shirtje, maar ik vind hem wel mooi. Het is ook wel fijn stofje. Hij is natuurlijk zo'n enorme ding in. Met een ronde hals. Even bij de sanitaris. Ik vind dit jurkje al leuk. Ik heb zoiets van Pull & Bear in het grijs. Maar dit is een M. Ik had net een S aan van een andere maat. Van deze kleur. Maar die kleur vond ik niet zo. Deze kleur vind ik wel mooi. Dus ik twijfel alleen nog over de S of de M. Dit kan op zich prima. En ik zit weer lekker op de bank. Ik was om 1:30 thuis. Was heel gezellig. Lekker geluncht met een vriendinnetje. En toen in de trein, maar het was allemaal super druk. Dus ik heb allemaal niet gevlogd. En nu zit ik ouderwets met een boek op de bank. Simone van der Vlucht, Toen het donker werd. Volgens de Telegraaf 5 sterren. Tot het allerlaatste zin spannend en ijzersterk. Ik lees eigenlijk altijd op mijn e-reader. Maar ik weet niet. Ik dacht ik ga weer eens een gewoon boek lezen. Het is nu 5:05. En om 8:00 komt vriendinnetje. Dus ik denk dat ik zo meteen mijn eten ga maken. Ik heb nog, we hadden nog hutspot over, dus dat eet ik. Dus dat hoef ik eigenlijk alleen maar op te warmen. En nou ja, dan ga ik, ja, ik weet nog niet of ik nog even ga douchen. Of dat ik mijn make-up eraf ga halen of niet. Ik weet het allemaal nog niet. Wat ik wel weet is dat ik nog even lekker een stukje ga lezen. Ik had zo'n droge huid en ik dacht nee, dit wil ik niet. Dus ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik heb een tijdje met olie op mijn gezicht gelopen. Toen heb ik wat er over was van de olie heb ik eventjes weggedept. En toen crème op gedaan en nieuwe make-up. Dus ik zie er weer fris en fruitig uit. Ik zat trouwens denken dat ik helemaal niet verder verteld heb. Ik had natuurlijk over mijn nieuwe ringen, dat ik die gekregen had van mijn ouders. Maar hij is van Etsy. Ik heb hem op Etsy besteld en hij is van L en dan E Jewelry uit mijn hoofd. En ik ben er heel blij mee. Vriendinnetje is er, dus wij gaan lekker borrelen. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik praat een beetje zacht, want vriendinnetje ligt nog te slapen. Ik niet. En ik heb echt heel slecht geslapen. Uiteindelijk viel ik om 7:30 in slaap. En ik ben nu alweer gedoucht. Zoals je ziet, het is nu 9:45. Ik was om 9:30 alweer wakker. Ik kon gewoon niet in slaap komen. Geen idee waarom. Ik kon gewoon echt niet in slaap komen. En ik had het heel koud. Dus ik heb uiteindelijk een badjas aangedaan. En een dikke broek. Terwijl ik het normaal 's nachts altijd heel warm heb. Zeker als ik iets gedronken heb. Maar ik had het echt super koud. Dus misschien had het ook al met dat oor te maken. Want daar heb ik nog steeds last van. Dus ik had super koud en ik kon gewoon niet slapen. Gewoon niet. Om 7:30 gelukkig is het de laatste keer dat ik normaal kijk ik ook helemaal niet naar de tijd. Maar op een gegeven moment zag ik dat het lichter werd. En dacht ik echt, oké, misschien moet ik maar gewoon me erbij neerleggen dat ik helemaal niet ga slapen vannacht. Maar goed, en toen werd ik om 9:30 wakker. En ja, toen kon ik eigenlijk ook niet meer slapen. Maar op zich, los van dat ik wel tot op mijn knieën heb en een beetje moe voel. Gaat het oké? Het was een heerlijke avond. Ik heb verder helemaal niet meer gefilmd. We hebben lekker gekletst. Geborreld. En daarna zijn we naar de kroegjes gegaan. Het was echt een topavond. Heerlijk gedanst. Het was eigenlijk heel leuk. Alleen een beetje jammer van dat ik me nu zo voel. Wel een kleine kater ook. Dat ook wel. Maar ja, ik weet niet. Ik heb gewoon vooral ben ik heel erg moe. Ik ga lekker de oven aanzetten. Want ik heb honger als baard.
En ga ik alvast wat ontbijt maken. En dan kijk ik wel wanneer zij wakker wordt. Maakt er niet uit. Sven die was ook heel laat. We waren ongeveer tegelijk thuis. Dat is heel gek. Dat hebben we eigenlijk heel vaak als we gaan stappen. Apart van elkaar. Dat we vaak tegelijk terugkomen. Terwijl we helemaal niet... Oh, Mits heeft daar met een bolletje wol gespeeld. Dat we helemaal niet weten van elkaar wanneer we naar huis gaan. En dan toch zijn we tegelijk thuis. Maar Sven die vreesde met grote vrees dat hij het ook zwaar zou hebben vandaag. Kijk. Ze heeft vannacht het bolletje wol blijkbaar ontdekt. We hebben gisteravond, in de categorie creativiteit kent geen tijd, hebben we dit gedaan. Kijk, dit is een trekdiertje van de Hema. En die heeft echt een heel gek, raar, kort koordje. Dus daar kan je helemaal niet mee lopen. Dus nu hebben we dit eraan gevingerhaakt. En dan kan Niels gewoon zo, woep, woep. Nou, is het handig of is het handig? Ik kreeg al een berichtje van Niels met een foto. Dat hij heerlijk had geslapen. En ik mis hem echt heel erg. Ik wil heel graag dat hij thuis komt. Ik dacht van, laat maar gewoon lekker laat vandaag thuis komen. Maar nee. Zodra Sven weer alive en kicking is, wil ik ze gewoon zien. Nu. Breakfast time. Nom nom. Kik jongen. Nou, vriendinnetje is naar huis. Het is nu, even kijken, 11:41. Dus dat is nog hartstikke netjes. Hey moppie. En ik heb mijn mega grote trui aangedaan, een lekkere joggingbroek. En ik ga heerlijk even verder in mijn boek lezen. Nu het nog kan, want Sven en Niels komen zo ook weer lekker naar huis. Je meent niet. Kijk. Ja, krijg ik ook nog kopjes? Moet je even borstelen, mij zien. Jee, we zijn weer herenigd. Boep, boep. Jee. Allebei brak. Stabiele situatie. En zometeen over Niels, een stabiele zijligging. Zometeen over een stabiele zijligging. En Niels die zit lekker een banaantje te eten van Albert Heijn. Tom. Hij is aan het kijken of er nog delen banaan over zijn. En nu lekker naar huis. Bijvoorbeeld lekker niks. Nou, Sven en ik zijn op de bank in slaap gevallen. Niels lag even in bed en nog een slaapje te doen. Ik zie er nu echt niet uit. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. En ja, moe. En Niels is dus ook net wakker. En Sven en ik voelen ons alsof we zijn overreden. Een schat. Oh, Niels gaat rondoor. Ik ga hem even pakken. Wie is de mol terugkijken? Spannend. Het is 9:15 en ik sta al in mijn pyjama. My little black dress. Want ik ben gebroken. Ik ga nog even in bed lekker boekje lezen en dan ga ik gewoon slapen. Ja, ik denk pas om 9:30 of zo hoor. Maar ja, nee, 2 uur slapen is net iets te weinig voor mij. Maar heerlijk schoon bedje. Dus ik ga gewoon lekker op tijd naar bed. Ik hoop dat jullie deze weekendvlog weer leuk vonden om te zien. Als je dat vond, doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik fantastisch vinden. En ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag, avond, dag. En ik zie jullie snel. Doeg!